opletten geblazen voor de verhuizers vanmiddag in de Sint Macariuskerk in Gent. Een schrijftafel, 120 stoelen en dit altaar moeten veilig de vrachtwagen in. Morgen worden ze verwacht in twee kerken in Angleur bij Luik, ter vervanging van de spullen die verwoest zijn door de overstromingen. We hebben echt onder water gestaan, een anderhalve meter hoog. Ik heb een aantal foto's gezien, ter plekke zijn we nog niet geweest. Dus we weten ook niet hoe dat er echt effectief zal uitzien. Maar dat moet voor die mensen, ik kan me heel goed inbeelden wat dat voor die mensen moet betekend hebben. Het is bijna hetzelfde als hetgeen wat wij hier meemaken. Eind 2017 vond hier de laatste viering plaats. Binnenkort krijgt de Sint Macariuskerk een nieuwe bestemming. De welke, dat is nog niet duidelijk. Maar hun kerk zo zien leeglopen, dat voelt toch vreemd. Het doet pijn, maar het is langs de andere kant ook een opluchting dat we die mensen in nood kunnen helpen. En zelfs wij, in zekere zin, voor mij is dat emotioneel zo'n beetje een benarde en moeilijke periode, dat we toch nog die mensen kunnen gaan helpen. En want je mag het ook niet onderschatten voor onze mensen hier, toen die werden geconfronteerd met de sluiting, was dat voor hen ook enorm moeilijk. Dat was een kudde die plots geen herder meer had. Zij hebben daar gelukkig nog de herder en wij kunnen die kudde ondersteunen. Dat niet alleen de mensen, maar ook de kerken in de getroffen gebieden geholpen worden, vinden ze hier belangrijk. Mensen in nood, die zoeken ergens steun. En ik denk dat zijn plekken waar je naartoe gaat en waar je voelt dat er een bepaalde sfeer hangt. Zelfs in een lege kerk is dat nog zo. Om te even waar, zelfs al is die ontwijd. Dat geeft iets en ik denk dat mensen daar kracht kunnen uitputten, dat belangrijk is. En dan zijn ook de laatste stoelen weg. De verhuisfirma, die dit volledig gratis doet, brengt alles morgen vroeg naar Luik. De kerk hier is stilaan helemaal leeg. Want er is al tamelijk wat weg. Er gaat dus naar de fusiekerk gaat er materiaal. Het materiaal dat vooral parochiegebonden is. En dan voor de rest zijn we nog op zoek, als er nog mensen of parochies geïnteresseerd zijn, materiaal dat hier aanwezig is. Wij kunnen nog altijd antwoorden en kijken of dat het kan gebruikt worden.